Borstels, tangen, feuns, haarproducten. Alles van Jane Iredale. Hij is sexy, hè? Hij een kontje. Hallo? Ja. Ik heb wel weer spijt dat jullie meegaan. Een hele goede morgen, dames en heren. En welkom bij weer een nieuwe video van mij. Ik sta midden in een Van der Valk hotelkamer. Ja, ja. Het is op dit moment... Jullie raden het nooit. 11 over 7 in de morgen. Oh mijn god. En ik ben hier in Voorschoten omdat er weer iemand gaat trouwen. Ik ga de bruid niet doen, maar ik ga de zussen ervan opmaken en haar stylen. Daar ga ik ze zometeen eerst even bij helpen. Maar het is vroeg, we hebben net gedoucht. Ik heb mezelf een klein beetje weer gefixt, maar we gaan eerst even eten. Maar goed, het is weekend. Ik ga vandaag, ga ik straks weer naar Laura en naar Ryan. En dan ga ik uiteindelijk ook weer naar Dance Valley. Dus ik neem jullie gewoon lekker de hele dag mee. Zoals jullie zien heb ik hier alles geprepareerd. Borstels, tangen, feuns, haarproducten, make-up, alles van Jane Iredale zoals jullie zien. En we're ready to mingle. Maar eerst ontbijt. Het is echt nog een beetje te vroeg voor brood en dat soort dingen. Dus ik ga gewoon voor een banaantje, sinaasappelsap, tomaatjes, courgette en een eitje. That's it. Ik denk dat ik gewoon straks ga voor een second breakfast. En toch altijd als ze zulke mooie krullen hebben, willen ze het stijl. Kijk eens, zo'n prachtig bos haar. En dat gaan we eerst eens even lekker een blow-out doen. Gefeund en daarna met een krultang heel licht weer de krullen erin gebracht. Maar nu precies op de plek waar ik het wil hebben. Om het gewoon mooi luchtig te houden. Goed, inmiddels zijn we thuis en we gaan de waggie in. We gaan Loutje halen en ik ben met... Hey, daar ben ik ook. Rayon en Giovanni. Even met welke auto? Wat denk je? Hé, wat is dat? Hé? Ja. Moet je eens van de voorkant kijken. Wat een mooi. Ik hou eerst van de achterkant kijken. Ja, ja. Zo pakken. Ja. 1, 200. Wauw. Ja, heftig, hè, zie. Wat een lijn, kijk hier. Ja, hij is sexy, hè? Lekker een kontje, hè? Ja. En nou, we gaan naar voren. We gaan Lau en Tilly halen van Schiphol, want die komen net terug van Turkije. Dus die gaan we even snel ophalen en dan gaan we eten met z'n allen. Moeten jullie eens even kijken wat een spacebak dit is. Wauw. Wauw. Nou, deze doet alles zelf. Hij kan ook zelf rijden. Parkeren ook. Ja. Parkeren, rijden, alles. Wauw, wat een lekker. En hoe is die omheen? Hoe is deze auto? Gewoon achter die auto volgen. Rijden. En dat bedoel ik. Toen heb ik gezegd, die kan alleen rijden. Dat heb ik wel gehoord, maar het is eng. Ja, het is heel eng. Het is bizar, hè? Hey, je hoeft geen rijbewijs te halen. Je drukt gewoon op start. Die auto hebben ze rijbewijs. De auto heeft een rijbewijs voor jou. Zo lekker Laura voor zitten, wij gaan nog. Wat een bak, jongen. Hallo, Sujo. Hallo, Sujo. Kijk hier, die lampen. Zullen we bij een paar doen? Hallo. Hallo? Je haar. Ja, fantastisch. Draai om. Oh mijn god, wat is dit mooi. Dan zit het al. Ja, nee, fantastisch. Ze zei, ik ga gewoon je koep fixen. Dan is dat gewoon al gefixt. Want het gaat toch regenen. Ze zegt, we doen het lekker vast. Daar we gaan ben ik blij om. Hallo, Juju. Hallo, Juju. Ja, schat, patat. Dus, we zijn weer back in Holland. Maar dat betekent, ik ben bij mijn friends. En, wat gaan we doen? We gaan, denk ik, hopelijk wat vreten. En dan zeg ik, ik ga net zeggen, lekker eten. I'm hungry. Ja. En daarna moet jij, als je lief bent, mijn oogjes opmaken. Maar heb ik echt geen zin. Want die zijn zeg maar nog bloot. En daarna gaan we naar Dance Valley. Dit is gewoon een vliegtuig, man. Jeetje. Schat. Ik blij. Oh, leuk, man. Fred, wat is dit voor toestel? Even serieus. Het is geen auto, hoor. Nee, dit is een computer. Het is gewoon een of andere computer. Hij rijdt ook zelf, Lau. Hij rijdt zelf. Dat is heel raar. We hebben dat gisteren echt zo vaak gedaan. Het is zo raar. En hij, stuurt je gewoon de weg op weer. Maar hoe ziet hij waar de lijnen zijn? Camera's. Camera's. Oh my god. Hij lijnt je gewoon over de baan. Ryan, wil je even vertellen wat er gebeurt als je een hartaanval krijgt en de muziek uit? Als ik nu zeg maar... Als ik nu bijvoorbeeld op de weg rijd zonder zoon in deze staat dat ik niks doe. Ja. En ik
geval bijvoorbeeld, kijk, wie gaat die remmen? Ik heb aangegeven dat ik 130 wil, maar dan gaat niet, want zit de auto voor mij. Ja, dus hij remt zelf. Hij geeft zo meteen aan van een signaal van je moet even laten merken dat je hier bent, dus dan moet je even overheen blijven. Als je dat niet doet, dan valt bijvoorbeeld nog koud. Ja. Gaat hij waarschuwingslichten, dan remt hij af, gaat hij naar de zijkant, gaat hij stilstaan, belt hij 112. Nee! Nee! Hoe kunnen ze dat maken, joh? Ja, wow. Heftig, hè? Daar zitten ze weer. Oh, hij staat nog, maar voor de rest in principe zitten we hier weer bij Wilma en Albert in Haarlem. Guys, cheers. Cheers, man. Op jouw verjaardag morgen. Yes. Op je 60ste verjaardag. Prachtige getallen, hè? Schitterend. Cheers. Steak au Paris. Oftewel met crème de boter. On dit pas crème de boter, on dit beurre met d'hôtel. Rijn? Ik heb wel weer spijt dat jullie meegaan. Waar komt de irritatie vandaan? Vertel het. Ik heb 10 jongens die staan die de hele dag vanaf 10 uur staan te werken en hun eten staan te wachten. En waardoor zijn ze nu te laat? Wij zijn te laat door jullie. Dag vriendin! En die vlek ook in mijn broek, hoezo? Kijk jongens, hij komt uit de was en wat zit erin? Een intense vlek. Komt u maar. Kijk nou. En gas. Ja, je geeft me ook geen tijd. Ik geef je geen tijd. Ik ging hier om kwart voor weg. Het is dus ik zie er nu gewoon niet. Wat moet ik dan aan? Grappie. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik word gevlogd. Terwijl ik vlog. Lau. Flamey. The world was on fire and no one could save me but you. What's up, Billy? Don't get stung by the jellyfish. Binnen weer thuis. Binnen weer thuis. Hoe gaat het, Franke? Nou ja, wat gaat het goed, hè? Ja, gaat wel goed, hè? Hij is alleen lekker staan te hossen op dansveld. Alles een buis. Alles een buis. Lijke bies. Lijke bies. Alles een buis. Nee, dat is leuk. Echt weer, ja, leuk gehad. Wel kort, we zijn niet heel lang geweest. Nee, maar wel van 7 tot 10 of zo. Ja, 3 uurtjes. Maar dat is eigenlijk top, want we zijn gewoon echt heel erg verwend dat Ryan daar gewoon werkt. En dat wij daar gewoon even kunnen kijken, even kunnen koekeloeren. Even kunnen koekeloeren. Kunnen dansen. Ja. En dan gaan we weer weg. Ja. Net voor die drukte, voor de file en voor de hectiek. Even gechapt, even gezuurd. Hebben we een huis. Ja. Jongens, ik hoop dat jullie deze hysterische dag weer echt te gek vonden. Ik heb een hele leuke, hele lange dag gehad. Ben weer blij dat mijn wederhelft weer thuis is. Ik sluit hem af. Vergeet haar kanaal niet te... Abonneren wilde je zeggen, klopt niet. Te volgen, dus mijn YouTube kanaal...
Ik kom er ook niet uit. Gewoon vooral de Laura Pottenkorvo. Juist. Op haar kanaal. Juist, dat is hem. Absoluut. En vergeet je ook niet te abonneren op Fretjes en kanaal. Daar kijken jullie nu ook op. En check even dubbel of je überhaupt nog geabonneerd bent. Het zou heel leuk zijn. Daarom, gewoon hem doen hij. Gewoon hem doen hij. Tot in de volgende video. Ciao. Peace. Peace. Joe.